Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag gaan we een eigen schilderij maken en proberen op te hangen in een museum. Oké, wat zijn we vandaag van plan? Nou, ik heb zelf nog geen plan, maar de opdracht is om een eigen kunstwerk te maken, een eigen schilderij te maken en die op te hangen in het museum. Fucking hard en goed idee, maar wat heb je daarvoor nodig? Verf, kwasten en tape om het op te plakken aan de muur. Een idee is om het schilderij te ontwerpen op de wc. Ja. Ik denk dat de enige kans is waar je een schilderij zou kunnen Want we kunnen het natuurlijk niet vanaf hier meenemen en zo door de deur lopen. Ja, klopt. Okay, goed idee. Dus, goed idee. Tas. Dus er is wel een soort van over nagedacht en zo, hoe we het gaan aanpakken. We hebben het een keer goed aangepakt. Oké, ready? Nee. Maar we gaan het wel doen. Want ik ben heel zenuwachtig, want ik denk dat het ontzettend goed beveiligd is ook, man. Ja. Aangezien er allemaal dure schilderijen hangen en zo. Maar goed, kom. Ja, ik krijg hem niet op mijn rug, man. Hold on. Oké, nou, we zijn er helemaal klaar voor. De spullen zitten in de tas. We hebben nog dit mooie kaartje, zodat het helemaal echt lijkt. We hebben verborgen camera's, zodat het niet te veel opvallen. Eerst gaat één iemand naar binnen van ons om de boel te verkennen. Dan komt de rest. Ja. En dan moeten we gewoon snel handelen. Oh man, ik hoop zo dat het lukt. Ik hoop ook echt dat het lukt. Het zou super vet zijn als we van die Chinezen om deze foto's te maken van ons schilderij. I know. Kom man, we gaan het proberen. Kom. Woehoe! Goed. Ik zet een bril op, want dat past bij dit item wel goed. Denk ik. Dan ben ik minder herkenbaar. Ja, het is gewoon een beetje de park en het Gullemullen museum. Ja, ja. 61,80. Oh, dat zijn dure kaarten. Ja, dankjewel. Dank je. Opdracht 300 nog wat? Nee. We gaan lekker natuurlijk schuiven. Oké. Nou, we werden ook al meteen herkend, jongens. Ja, dat is al een beetje fucked up. Hij zei letterlijk opdracht 100 nog wat. Ja, nee. Ja, lekker natuurlijk zijn. Oké, maar nu moeten we dus eerst een fiets pakken naar het museum. Ja. Stel nou dat het lukt en we hangen een schilderij op. Ja? Ja? Gaan we dan daarna rennen? Lopen we rustig weg? Hoe de fuck kunnen we dat doen? Ik wil nog even kijken of mensen het zien. Ja. Als ze echt denken dat het een topkunst is. Ja. Tuurlijk is het topkunst wat wij maken. Oké, wie gaat er als eerste binnen, jongens? Ik wil als eerste gaan. Ga jij als eerst? Ja. Wij wachten buiten en jij komt geen maar terug. Maar ik weet niet of je. Nee, ik stuur je gewoon een appje. Ja, oké, jij stuurt het. Ja? Als het kunst. Wij komen wel samen dan. Maar wat als een beveiliger ons kent? Dus de kans is sowieso klein als we met ze in onze beurt binnen gaan, dat de kans klein is dat we worden herkend. Ja, oké, Thomas, succes. Succes man. En geniet ook van de schilderijen. Ja? Ik ga zeker even genieten van de kunst. Ja. Kom op. Goed. De laatste keer dat ik hier was, was ik denk ik 13 jaar oud of zo. Maar nu ga ik mijn eigen kunstwerk ophangen. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Maar we gaan het zien. Ik heb mijn camera verborgen in een krant, zodat het minst mogelijk opvalt. Maar dat ik wel een beetje kan filmen. Jij moet als laatste met die schilderijen naar binnen. Ik heb de tas, als laatste. Jij hebt de tas. Want als ze dat fouilleren, dan zijn we al meteen fucked up. Wat denk jij? Gaat het lukken of niet? Dit moet lukken. Dit moet lukken. Nee, er is geen andere optie. Nee, dat is waar. Het moet gewoon lukken. Ja. Er staat een bord bij de ingang dat ze geen tas mee naar binnen mogen nemen. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus ik ben benieuwd of dat mag. Anders moeten ze het vouwen in een jas of zo. Anders wordt het wel heel moeilijk. Echt kut dat je geen tas mee naar binnen mag nemen, man. Kunnen de andere jongens laten weten dat ze gewoon naar binnen kunnen komen? Ja, dat ze naar de wc moeten gaan bij het restaurant. Spannend. Oké, ik ben binnen. De beveiliging zit niet op te letten, maar er staat een bord dat je geen tas en paraplu's naar binnen mag nemen. Maar ik zie wel vrouwen lopen met een hand en zo. Misschien je jas eroverheen, vrouwen. Ook weinig camera's. Dus ik mag geen tas mee naar binnen? Nee. Dat kan toch nooit? Heb er vertrouwen in, hoor. Ja, maar heb vertrouwen. Het zit met een fucking grote tas. Ik ga naar binnen, oké? Ja. Ik ga niet filmen dat ik naar binnen loop, want ik zit al met die tas. Anders val ik veel te veel, oké? Oké, ik zie je zo. Dus tot zo. Ja, oh. Goed gedaan. Oké. Dit wordt echt zo fucking spannend.
Kom eens binnen. Ik en Thomas zijn binnen. Stefan die komt op dit moment ook. Er zijn veel mensen. Ze maken eigenlijk amper lawaai. Dus jij moet ook echt opletten. Ik kwam niet naar binnen met mijn rug gezakt. Oh shit, dat is echt moeilijker dan ik dacht dit, hè? Yo, Thomas. Ja man, ik mocht naar binnen met de tas. Helemaal kut. En nu dan? Ik sta nu weer helemaal bij het begin. Oké, is goed man. Top. Yo. Oké, dat was Thomas. Hij komt nu naar buiten. Helemaal kut. Ja, dat is ook. Helemaal kut. Wat nu? Dat is het ergens om die kleren zien te proppen. En dan is er achter een boek daar. Ja, dat is goed. Nee, we gaan 2 of 3 maken. Ik eerst? Ja, ik ga wel eerst. Nou, wacht op maar. Oké, ik ga niet filmen, oké? Okay? Ik zie je binnen. Oké. Top. Ik heb een seintje gekregen van Stefan, ik kan nu naar binnen lopen. Ik ga direct naar de wc. Dat moet ik gewoon snel doen, want deze spanning kan ik echt niet langer aan. Moet iemand halen of niet? Nee, kom zo, kom zo. Hij is heel erg ziek. Hij heeft gespuugd hier. Kom er zo aan. Ja. Nu spreek ik Engels? Engels. Nederlands. Ja. Hij is ziek. Oh. Moet ik iemand halen of niet? Nee, ik kom zo. Hier nog verder van die schilderijen. Recht in een museum. Hij is zo lelijk. Hij is echt lelijk. Wat? Mijn jongen. Bij deze. Mijn fucking. Eigen schilderij. In het museum. En hij is 1,5 miljoen. Wat is dat?
is dit die pak. Hij is zo lelijk. Wat zo erg op dat je al die mooie schilderijen. Er hangen miljoenen euro's hangen hier schilderijen. En dan zie je dat ding van ons, van Thomas in de wc. Je hebt geen talent. Nee, ik heb echt geen talent. Ik heb het zo opgepakt. Ik heb hier 30 seconden over gedaan. Ik vind inderdaad echt een scheidsrechter. Ja, ik ben een poepvlek. Maar we hadden wel tussen Vincent en Rob. Precies. Kom aan, man. Heel tof. We knokken hem nu. Shit, wat wij nu hebben gefilmd, jongens. Het is te insane voor woorden, dit. Holy shit. Oké, jongens. Ons schilderij hangt gewoon in een fucking museum. Yes. Vind je dat nou ook zo vet? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Wow. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Doe dat dan heel gauw. En laat in de comments weten wat jullie van Thomas' schilderkunsten vinden. Jazeker. En volg ons ook op social media. Facebook, Twitter en Instagram. Yes. En aanstaande zaterdag. Woe! Eindelijk. Roadtrippers. Aflevering 1. Hou onze social media kanalen in de gaten. Hoe laat, waar, et cetera. Hoi. Hoi. Twee teams. In een strijd om kilometers. Wie komt er zo ver mogelijk weg van het startpunt? Dat is te intens, joh. Je ziet het in Roadtrippers. Het is heet, we hebben dorst. Het is alles uitgekost. Eerst krijgen we geen lift en nu begint het keihard te regenen, dames en heren. Welkom bij Roadtrippers 2015. Roadtrippers 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Gum Breeze. Stay fresh.